niet zo knap als een man in kostuum. En dan heb ik nog niet eens over Italiaanse kostuums, want dat is nog een ander paar mouwen. Kijk maar mee. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Massimo, we zitten hier in jouw zaak, maar kan je mij eens vertellen wat je precies doet? Wij doen handgemaakte maatpakken in Italië die nog op authentieke wijze worden gemaakt, zoals een kleermaker vroeger het deed. In ons eigen atelier, waar dat 4 kleermakers zitten. En aangezien al mijn maatpakken zelf uitgetekend worden, modellen, is het ook zo dat het proces voor het maken van het maatpak ook vrij snel kan gaan. Dus tussen de 3 en de 4 weken gaat jouw maatpak effectief klaar zijn. Heb je een band met Italië? Klopt, ik heb Italiaanse roots. Ik ben ook tweetalig opgevoed, Italiaans, Nederlands. Dus je spreekt vloeiend Italiaans? Ik spreek vloeiend Italiaans, uiteraard. Dat is altijd makkelijk, hè? Dat is heel makkelijk. Okay. Het vertaalt zich ook in mijn maatwerk. Daar zit zich zowel het Milanees maatwerk als het Napolitaans maatwerk in. Ik spreek tot de verbeelding, vind ik. Ga je ooit nog terug naar Italië? Ik zit dus heel veel in Milaan, omdat ik daar ook nog een showroom heb in Milano. Ik kleed ook de Milanees eigenlijk, de Italiaanse heren. En ik kleed ook wel de buitenlanders die in Milaan op vakantie of op business trip zijn. Dat klinkt heel authentiek, maar jij ziet er nog heel jong uit. Het is niet dat je een oude, stoffige kleermaker bent. Het is vooral een passie die ik van jongs af aan heb gehad. Het is ook zo, ik ben geen kleermaker van opleiding in mijn jongere jaren. Wat ik wel gedaan heb, is naar Napoli gegaan. En daar heb ik dus effectief een opleiding herenkleermaker gevolgd. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Dat is best complex, hè? Zo'n pak maken, denk ik, als je het op de echte wijze doet. Ja, klopt. Want het wordt van het begin tot einde met de hand gemaakt. Dus draad, naald en schaar. Wij doen alleen maar full canvas maatpakken. Tussen de buitenkant van de stof en de voering gebruiken wij een canvas, hoe dat ze doen. Daar zitten paardenhaar of kameelhaar in verwerkt. Ik geef ook een service aan huis of op het bedrijf van de klant. Dan ga je gewoon met je hebben en je houden richting klant. Ja, ga ik richting klant. Het zij in België, het zij in het buitenland. Dat kan beiden. Opmeting duurt ongeveer 3 uur minstens de eerste keer. Ja, je bent er wel even mee bezig. Na de opmeting gaan we hier dus zitten. Dan bied ik de klant een Franciacorta aan, dat is dus de Italiaanse champagne of, mm-hmm, een koffie. Zodat we in alle rust de juiste keuzes kunnen maken qua model, qua afwerking, kleuren, knopen en zo verder. Zijn er bepaalde trends wat kostuums betreft? Trends? Wij werken niet zozeer op trends. Wij volgen ook de mode niet. Omdat de mode, dat is iets wat dat verandert. Mm-hmm. Heel snel zelfs. Wij halen heel veel inspiratie ook uit de maatpakken vroeger. Maar die gaan we dan in moderne pasvorm gieten. Los van het modeverhaal. Zodat die binnen 10, 20 jaar... Zo lang kan een maatpak meegaan van hier, dat hij dan nog altijd mooi in het straatbeeld staat of mooi past.